Zo, 11:45 en de uitzending loopt langzaam naar haar einde toe. Ja, de Harry, de ene vertrekt en de andere ja, gaat aan het woord komen. Hè. Gary en Harry. Ja, Gary en Harry. Inderdaad. Niet waar, Patrick? Er worden hier duo's geboren blijkbaar aan de lopende band, als ik het zo allemaal hoor. Gary is inderdaad verdwenen, maar Harry de is... Gary met een G is verdwenen, ja. En de Harry met een H. Zoals we dat eigenlijk... is komen achter de microfoon zitten. Wij zijn geen echte West-Vlamingen, maar ik kan me voorstellen voor echte West-Vlamingen dat dit wel ja, toch een huzarenstukje is. Ja, in de oorlog deden ze daar testen mee. Ja. We gaan het allemaal nog een beetje op zijn normaal houden, hè, want we trekken naar Limburg. De man is inderdaad Limburger en hij komt dus van het mooie Limburg naar het nog mooiere West-Vlaanderen, niet waar, Gary? Ja, als u dat zegt. Ja, maar je hebt het net al gezegd dat je graag naar West-Vlaanderen komt. Tuurlijk, ja. Het is zo dat we in West-Vlaanderen de bakermat van de Vlaamse muziek is, voor de Vlaamse artiesten algemeen. Ja. En helaas, in Limburg is er veel minder activiteit op dat vlak. Dat heb ik daar straks wel gezegd. Dus ik kom uiteraard, maar ik ga overal graag naartoe. Ja, tuurlijk, ja. Maar West-Vlaanderen natuurlijk, ja. Dat blijft toch wel apart, hè. We kunnen jou kennen natuurlijk als Guy Neven. Ik herinner me dat je in het verleden ook al eens te gast was onder die naam bij ons hier bij Radio Meteor. Er is ondertussen heel wat gebeurd en nu kies je resoluut voor een andere richting, zeg maar. Ja, dus absoluut. Ik heb afscheid genomen van dat repertoire. Ja. Waarom? Kijk, op een bepaald moment komt in je leven, kom je op een kruispunt te staan en dan mag je een keuze maken. En ik ben nu toch al heel wat jaren in de muziek, heel veel jaren. En ik krijg nu de kans om een project te doen dat verder reikt dan wat men hoopt dan. Hè. Ik bedoel, moet altijd voorzichtig zijn. Ja, tuurlijk. Dus, maar het is een project dat men internationaal wil plaatsen. Dus als je over Strauss spreekt, ja, dan denk je aan Rieu of je denkt aan mijn nieuwjaarsconcerten. Dat is puur instrumentale muziek. Maar die nummers zijn allemaal, of die songs zijn allemaal wereldberoemd. En er is niemand in heel de wereld die er eens aan gedacht heeft om daar, waarom maken we daar geen songs van? En er is een Belgisch team die dat al wel eens in thuis gedaan hebben met succes. Die jaren gezocht hebben naar een stem, een zanger, ja, die stijl wil, kan zingen en ook een beetje beslagen op het ijs komt. Ja. En ze hebben mij een voorstel gedaan, maar dat stond tegenover dat ik dan wel dit repertoire moest laten vallen, ook de naam moest laten vallen. Want in het buitenland, als we daar gelaken, blijf mijn voetjes op de grond, begrijp me niet verkeerd, dan is Guy Neven niet dadelijk de juiste naam om uit te spreken. Dus Guy Neven of Guy Neven of whatever. Ja, ja. Dus dat is het niet. Dus, en daarom dat we eigenlijk mijn familienaam Kozeman, zonder de se, Kozeman, dus, en de voornaam, hebben dus een Engelstalig klinkend gemaakt, dus Harry Kozeman, om het een beetje breder over te trekken. Dus, maar ik moet zeggen, het Guy Neven verhaal is volledig gedaan. Gedaan. Ja. Als we terugkeren, en dan moeten we heel wat jaren terugkeren in de geschiedenis, waar heb je de microbe van het muziek te pakken gekregen? Ik ben zo geboren. Oké. Okay. Ik kan niet denken, op een bepaald moment denken of daar of daar. Dus ik heb altijd, van zolang dat ik weet dat ik op deze wereld rondloop, heb ik willen zingen en altijd als solo willen optreden. Dus dat is mij met de genen en met de moedermelk meegegeven, alhoewel ik niemand in de familie heb die zingt of muzikaal is of wat dan ook. Maar dat is, dat was ook een strijd voor mij als kind om absoluut in muziek iets te willen doen dat in die tijd niet zo eenvoudig was en ook mij niet gelukt is. Ik heb het allemaal zelf moeten doen nadat ik thuis weg was. Dus dat is iets wat wat ik in mijn bloed heb. Ja. We hadden het er net ook al over met Gary natuurlijk. Over het feit van, Belgen, Vlamingen zijn nog altijd te weinig chauvinisten en over hun eigen product. Goh, ja. Ja, de Vlaming is zo. Ja, wij zijn in een land waar dat door de eeuwen heen altijd onder invloed gestaan heeft van buitenland. Ja, hè. Ja. Dus ja, dat zal er nog altijd wel wat in zitten. Er zijn toch ook wel Vlamingen die in het buitenland het waar maken. Dus ik pak nu Helmut Lotti als voorbeeld, maar je hebt ook Jeff Neve, de pianist. Ja. Dus je hebt nog bepaalde andere artiesten die in Polen wereldberoemd zijn. Vlamingen die in Vlaanderen niks meer van hoort, maar die daar een gigantische markt hebben. Dus ik ben het daar niet volledig mee eens. Het is maar hoe je het aanpakt. Ik bedoel, wat wij nu doen, dus Come To Me, is het Strauss is in het Engels verhaal, zit een heel verhaal. We gaan ook een tv-special gaat er komen in het najaar, die we opgenomen hebben in Amerika. Dus ik wil maar zeggen, het is maar ook hoe je het aanpakt en hoe je je voorstelt aan het buitenland. Als je natuurlijk met de song die je als Guy Neven bracht, dat zijn covers in het Nederlands, dan kan je ook alleen maar verwachten dat je daar in de Vlaamse landsgedeelte ook wat succes of minstens wat aandacht zou voor kunnen krijgen. Daar zit men niet te wachten in Nederland en zeker al niet in een ander land. Dus wat we nu doen, is het wel internationaal aanpakken.
Gaat het dan lukken? Dat weet niemand. Nee, nee. Maar met Strauss en de voice of Strauss, want zo noemt het verhaal. Dus, dus we hebben de vader en zoon Strauss een stem gegeven. En, ja, en die songs een beetje ook moderner gemaakt. Zodoende dat het niet oudbollig is. Waardoor dat we echt heel leuke dingen en zo herkenbaar zijn. Ik heb nu al, het is singles maar 14 dagen uit. Klopt. En ik heb nu al aanvragen voor het concert met orkest. Ja. Dus waar ik als Geneve zijnde blij mocht zijn dat ik mocht optreden voor een paar honderd euro, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dus wil maar zeggen, het is maar hoe positioneer je jezelf in de markt. Dus allee, dat is mijn mening daarover. En ik kom als Gary Kozeman. Oké, ik woon in België, maar naar buitenuit gaat het niet om de zanger die ik ben, maar het gaat om de stijl muziek, om wat wij brengen. En daarna, als dan de naam belangrijker wordt als artiest zijn, dan kunnen we nog andere dingen doen. Maar het gaat hier om Strauss. En ik geef Strauss een stem. En dat is de benadering. Ik zal waarschijnlijk een heel overbodige vraag stellen als ik jou vraag de voorliefde voor klassieke muziek. Maar als jonge gast luister ik vroeger klassieke platen. Ik ging die in de bibliotheek halen, dat deed ik wel. Omdat ik ben heel breed. Maar als je mijn muzikale voorkeur, waar ik heb 25 jaar een eigen jazzcombo gehad. Samen met Lars Lotus 15 jaar rondgetoerd. Daar heb ik in binnen- en buitenland mee gezeten. Dus de jazzstandards is iets wat ik nog altijd heel, heel, heel graag zing. Dat is toch mijn eerste grote liefde, om het zomaar te zeggen. Maar ik heb nu dit ook verhaal leren kennen, dus het is licht klassiek. Dat wordt onder klassieke noemer gezet, maar ik ben het daar niet 100% mee akkoord, omdat zoals wij het brengen is het heel breed. Het zijn allemaal slagers vanuit die tijd, maar ja, wereldberoemd. Ja. Is een uitdaging om die te zingen. En ik moet zeggen, ik geniet er elke dag van als ik het kan doen. Het is geweldig. Ja. Ik moet ook eerlijk bekennen dat het een nummer is dat blijft hangen. Ja, ik ben niet de enige die dat al heel veel mensen die dat gezegd hebben. Ik sta daar 's morgens weer op, ik word 's nachts wakker met dat ding in mijn kop. Dus, maar dat heb ik zelf ook wel. En dan komt er nog 11 aan, dus, of nog 10. Okay, ja. Dus we hebben een cd van 14 nummers gemaakt, waarvan 11 clips gemaakt hebben. De volgende mag ik zeggen, dat gaat Blue Danube worden of de Blauwe Donau. Maar onze versie, die blijft hangen. Ik garandeer het u. Dus met een heel mooie clip ook bij, die we daar in LA hebben opgenomen. Allee, dit is van een andere orde dan met het team. Want ik moet zeggen, het wordt voor mij gedaan. En dat is ook even wennen. Eerste keer in mijn leven dat ik zo'n project voorgeschoteld krijg. Dus ik moet niks meer zelf doen. Ook financieel niks. Ja. En ja, dat is in deze tijden, ik kan u zeggen, vraag het ook maar aan Gary Harry. Ja. Dat is iets wat u overkomt. En maar één keer. En als ik nee zeg, is het voorbij. Ja. Maar dat heeft consequenties. Dus ik heb geen optredens opstaan op dit jaar. Ik heb alles moeten laten vallen. Ik heb volledig Geneve moeten annuleren. Ik had er ook heel veel opstaan voor volgend jaar al. Ja. Ik zat goed in de lift eigenlijk, na 4, 5 jaar. Maar daar heb ik consequent moeten nee zeggen. Maar nu begint er al nieuw binnen te komen voor het einde van het jaar. En 2021, 2022 zal gegarandeerd goed worden. Maar dat is, soms moet je een beetje, in het Frans zeggen ze, il faut reculer pour mieux sauter, zeggen ze in het Frans. Dus, en laten we hopen, reculer hebben we al gedaan, niet maar hopen dat we ver genoeg springen. Hè. Ja. Maar met de voetjes op de grond, laten we daar eerlijk in zijn. We weten niet wat het gaat worden, maar we hebben er goede hoop op. Ja. Ja, over de clip, je haalde het al aan. Die is natuurlijk niet hier in Vlaanderen opgenomen. Nee. Daarvoor zijn jullie naar Amerika getrokken. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Zeker. We zijn eerst naar Las Vegas gegaan. We hebben in Las Vegas, maar ook in de omgeving van Las Vegas, in een woestijn, in een verlaten goudmijndorpen, zijn we geweest waar nog meer televisieploegen waren. Dat was geweldig. En dan daarna zijn we naar L.A. gegaan, naar Hollywood. Dus ik heb onder de borden van Hollywood gestaan, dus in L.A. Daar hebben we opgenomen. En dan ook Santa Monica Beach. Dus we zijn echt op filmlocaties geweest. Waar echt film opgenomen. De Santa Monica Pier. Ja. Waar dus zoveel films zijn opgenomen. Ja, zijn we overal geweest. Hebben we overal opnames gemaakt. Trouwens, de Come To Me clip is opgenomen op Santa Monica Beach. Op die staketsels. Waar ook Baywatch is opgenomen. Ja, ja. Dus wij willen ook Strauss niet klassiek neerplaatsen. Ja? Dus het wordt al klassiek en strijkers en moet ik zeggen, met klassiek geklede mensen. Nee, ik bedoel, ik ben goed gekleed, maar we gaan ons niet in de pitteleer steken. Ja, ja, ja. En we zijn precies naar daar gegaan om daar een dynamischer, jonger imago aan te geven. Want iedereen denkt Strauss Wenen. Nee, dat hoeft niet per se. Hè? Dus, en daar hebben we dat gedaan. En er komen nog hele mooie clips aan, ik verzeker het u. Ja. En dan is nog de special ook, waarvan je spreekt? TV-special, TV-special. Ja, heel het concept is
Samen met Stratovani, Mark Kortens en Mark Dolander zitten mee achter. En dan ook zit een Ier bij, Michael Leary, die dus voor Two Unlimited ook ooit teksten geschreven heeft. En trouwens nog voor wat Engelse groepen teksten schrijft. Maar dat is de man die ook de ideeën naar voren brengt. En wat hebben we gedaan? We hebben Strauss, de familie Strauss, vader en zoon, een beetje verplaatst naar vandaag. Mm-hmm. Zo zijn die teksten geschreven. Natuurlijk zijn liefdesteksten bij, dat is van alle tijden. Ja, maar dat is een chit-chat zit erbij, dat gaat over World Wide Web. Dus waarom? Hoe zouden die mannen vandaag reageren met onze huidige social media? Toen zij leefden, begon de elektriciteit op te komen en begon de trein te komen. Ik bedoel, weet je, dus we hebben proberen textueel dan ook zeg maar het moderne te maken. En wat zin heeft het om over 1890 te gaan zingen als we vandaag in 2020 zitten? We zijn vandaag en we hebben Strauss verplaatst naar hier. Dat hebben we in een eigenlijk muzikale documentaire gegoten, waar dus Michael het verhaal vertelt. Het is heel mooi om eens te weten wat er eigenlijk met die familie gaande was, want vader en zoon waren niet de beste vrienden blijkbaar. En er wordt een heel verhaal verteld over het leven van vader en zoon Strauss en hoe zij in de showbusiness leefden. En als je dan die gezien hebt, dan ga je beseffen dat er weinig veranderd is. Hè? Tegen vroeger en nu in de showbusiness. Ja. Want het was ook showbusiness. Ja, tuurlijk. En daartussendoor gaan dan 11 clips komen, 11 nummers, die eigenlijk iedereen kent. Alleen kent het publiek maar 2 titels. Dat is de Blue Danube, de Blauwe Donau, en de Radinsky Mars. Ja, ja. En voor de rest kent men geen titel. Ik ook niet. Want nu, Come to Me, is Wienerbloed. Ja. Ik wist het zelf niet, maar ik kende het nummer wel. Ja, ja, ja. Zie je? Dus, we gaan optreden met orkest, dus met 3 violisten bij. Dus doen we dat om het allemaal een cachet te geven. Dus dat is ook allemaal in een hogere prijsklasse. Maar anderzijds willen we ook toch wel, je moet het ergens plaatsen. En dus de live on tapes is voorlopig niet aan de orde. Hmm. Dus, de tv-special komt die op, uiteraard op tv. Heb je al een idee waar die te zien zal zijn? Nee. Dus men gaat ermee naar Medem gaan in Cannes in september. Ja. Men zal hier ook de nationale zenders mee benaderen, sowieso. Maar daar is helemaal nog geen beslissing in genomen. Dus ze moeten trouwens eerst ook nog niet helemaal afgewerkt. Ja, ja, ja. Dus dat is iets voor later op het jaar. Later, maar vanaf september gaat men daarmee de boer op. Ja. En wij hopen. Moest een van onze nationale zenders, of VTM, of VT4, of Canvas, of whatever, dat in het willen uitzenden, dat zou een enorme boost geven. Ja? Ja, ja. MenTV wil het zeker al uitzenden. En dat zal ook wel gebeuren. Maar natuurlijk, het is toch wel net, als een nationale zender daar zit, dan kan je ook in de programma's komen die vooraf komen, waar zij hun programmatie een beetje aankondigen. Ja, ja. En dan krijg je ook de pers, die nu niet geïnteresseerd is, wat normaal is. En dan krijg je natuurlijk, dan kan dit wel een mooi verhaal worden. Maar voor hetzelfde geld, is het niks. Hè. Maar daar geloven we eigenlijk niet in. Omdat het alles in het Duits gedaan is, met veel succes. En we gaan ervan uit dat het gewoon een succes is. Oh, jawel. Maar dat ligt soms in hoekjes die je zelf niet weet. Hè. Showbusiness is geen exacte wetenschap. Nee. Nee. Dat is het tegenovergestelde. Hè. Het geluk kan hier onder de tafel zitten, hè, zonder dat je het weet. Hè. Dus dat is zo. Is dit een droom, Gerry, die voor jou uitkomt? Eigenlijk een droom. Ik heb eigenlijk zoveel dromen gehad. Ik wil alleen maar zingen. Ja. Ik ben een zanger en eigenlijk al het commerciële en god, dat komt wel. Ik wil zingen. Ik heb de behoefte om te zingen. Mm-hmm. Dus wat er nu gebeurt is wel zo dat ik, als dit lukt, ik druk erop, als dit lukt, dat mensen niet denken dat ik hier wat zit te vertellen. Nee. Als dit lukt en als het potentieel wat erin zit, als dat ook maar voor 50% eruit komt, dan zal ik op hele mooie podia mogen optreden. Met band, met orkest, voor zittend publiek. En ik kan u zeggen, dat is de droom van elke artiest, van elke zanger. En de mensen gaan ook komen voor die stijlmuziek. En dan kan ik ook mij volledig geven. En dan weet ik dat ik ook de mensen ook een extra iets mee kan geven als ze de zaal verlaten, als die terug naar huis gaan. Dus ik droom er eigenlijk van om dit niveau te kunnen zingen. Droom ik eigenlijk al heel lang van. Ja. Vandaar ook mijn combo. Daar heb ik ook heel mooie zaken mogen mee doen. Ik heb er ook de halve wereld mee gezien. En ook op hele leuke plaatsen geweest. En ik kan u zeggen, dat is toch wel waar je als artiest wil. Je wilt toch ook wel eens luisteraars hebben. En het dat is niet altijd zo als je in Vlaanderen rondtoert. Ja. Het is soms niet altijd zo dat men. En dat vind ik wel, als ik iets mag zeggen over Vlaanderen. Dat is met respect dat de Vlaming heeft voor zijn eigen artiesten heel dikwijls de mensen overlaat. Terwijl als het dan een Hollander komt optreden, staat iedereen recht en komt daar een Vlaams artiest die minstens even goed is of nog beter is, dan begint men te kaarten. Ik wil het ook wel eens omdraaien. Ja.
Goed, zeg beste Gary, ik mag jou heel hartelijk, of ik wil jou heel hartelijk danken om toch eventjes tijd vrij te maken voor heel ons. Heel veel plezier gedaan hoor. Ik stel voor dat we naar Come To Me gaan luisteren, sowieso. Ja, hè, ja, want ja, dat zeker. Is de bedoeling. Ja, ja, ja. We nemen hem sowieso mee in onze playlist, omdat ik het gewoon een goed nummer vind. Dat doet me heel veel plezier. Ja. Ja, ja. En ik zou zeggen, hou ons vooral op de hoogte van de komende zaken die er gebeuren. Ja, ik neem aan dat u, dit hebt u ook gekregen van... Van Mark Dolan de Music, denk ik. Dus hij is de man die alles rondstuurt. En als er afspraken moeten gemaakt worden of als er ergens iets, als je iets wilt doen, dan is hij, moet je eigenlijk met hem contact opnemen. Ja, maar we zijn contact op Facebook. Je kan altijd een berichtje sturen. Voilà. Je weet, ik antwoord. Hè. Dat is heel vriendelijk van jou. Heel hartelijk dank. Fijn weekend nog. Ook voor u. En dikke merci voor de uitnodiging en voor de steun. Dat is heel graag gedaan. Hier is Come To Me.